ook een rijkdom. In de 19e eeuw zitten vrouwen uit de hogere klasse thuis. En mogen ze voor hun fatsoen de deur haast niet uit. Het is een beetje duister, hè? Ontzettend donker, hè? Een enkeling komt in verzet. Dat klinkt als Betsy Perk, want die kan alles beter. Betsy Perk ondervindt veel weerstand. Ze had een abonnement op tegenslag. Nee, Betsy staat er niet bij. Een gevecht van dames onderling. Dat kan je niet maken, want dat is iemand uit een goede stand. Om te kunnen en mogen bestaan in de buitenwereld. Dus het was echt heel bijzonder. Een tijd geleden, hè? 1885 geopend. Is het geopend, ja. Trots van Den Haag. Ja, want alle grote steden hadden eigenlijk al een passage. Den Haag moest er ook een. En waar was uw winkel? Hier op 16. Dit is hem. Ja. Dit was hem. Dat was hem, ja. En hij heette? Rondjuwelier. Dat was de klok van uw firma? Ja. In welk jaar kwam u hier in de winkel? 1952. En hoe lang heeft u hier gestaan? Tot 2012. 60 jaren. Ja. Toen ik hier in de passage begon, toen waren het eigenlijk alleen maar chique oude dames. Dus dat begin, dat is de jaren 50, toen al oude mensen. Dus dat waren nog 19e eeuwers die u over ja. de vloer kreeg. Ja. Wat waren dat voor mensen? Ja, toch uit de betere wijken van Den Haag en Wassenaar. Met lange rokken en hoeden op. En dan gingen ze eerst aan de overkant naar de kapper. En dan met de gelakte nagels kwamen ze bij mij zo de deur open doen. En daar mocht u dan een ring omschuiven? Nou, dat moest wel eerst even drogen. Dus deze passage was helemaal de wereld van de dame? Ja, daar kwam het wel op neer. Die dames die mevrouw Rond in de jaren 50 in haar juwelierszaak ontvangt, hebben in hun jeugd een grote verandering meegemaakt. Winkelen, nu een populaire bezigheid voor vrouwen, wordt voor dames uit de betere kringen pas eind 19e eeuw een gepast tijdverdrijf. Voor die tijd was een vrouw alleen op straat een ordinaire dienstmeid. Of erger nog, een prostituee. Wat mochten vrouwen allemaal niet in de 19e eeuw? Nou, ze konden eigenlijk nog heel weinig. Ze konden niet alleen over straat, ze konden niet een café in. Ze konden niet naar de universiteit. Kijk, ze kregen wel onderwijs, maar ze konden eigenlijk niks met dat onderwijs. Het is zo gek. In de 17e eeuw hoor je altijd, zijn die Nederlandse vrouwen zo ontzettend mondig en zelfstandig. Buitenlanders schrijven erop. Die Nederlandse vrouwen, wat is er dan misgegaan daarna? Ja, het is, ik heb me daar ook heel erg over verbaasd. Want dat blijft in de 18e eeuw ook nog zo. En dan zie je ook dat er een discussie komt over vrouwenrechten. En in de 19e eeuw is er een enorme terugslag. En volgens mij heeft dat te maken met de enorme huiselijkheidscultus. He, waarbij de glansrol die vrouwen moeten vervullen is een goede moeder zijn en een goede huisvrouw. En dat geldt voor alle standen. En dat is natuurlijk ook een vorm van erkenning, maar tegelijk is het een soort gevangenis geworden. Het is een mooi ideaal. Ja. En als je het bereikt... Ja, dan zit je met de gebakken peren. Oh, dat is geweldig. Dat baldakijn. Die baldakijn, ja. Dit is van een dame, heeft hier tot 1923 geleefd, toen overleden en bepaald dat alles hier moest blijven zoals zij het achterliet. Ja, fantastisch. Wat een historisch besef moet ze gehad hebben. Dat ze dacht van, het moet zo blijven. Dus alles hier is nog authentiek 19e eeuw. Ja, onvoorstelbaar. Wat een rijkdom.
Dit is dan alleen nog maar de gang. Ongelooflijk. Het is een beetje duister, hè? Ontzettend donker, hè? Ja, heel erg donker. Moet je nagaan dat je hier dan dag in dag uit moest vertoeven. Want die vrouwen waren dan min of meer gedoemd om binnen te leven. Ja, die moesten zich vermaken. En binnenleven betekende dan eigenlijk gewoon in het donker zitten. Ja, ja. Ongelooflijk. Het is een doolhof, hè? Weet je, eigenlijk lijkt het een beetje op die poppenhuizen. Maar nu is het gewoon in het echt. Dat is wel echt heel geweldig hiervan. Oké. Waar zou ze dan gezeten hebben? Ik denk lekker aan tafel. Aan tafel, ja. Denk je niet? Met een handwerkje? Want dat deed ze natuurlijk wel. Nou, en een muziekje erbij. Jeetje, wat mooi zeg. In deze donkere wereld van zwaar gestoffeerde interieurs begint ook het leven van de heldin van dit verhaal. Betsy Perk groeit op hier in Delft. 19e eeuws keurig meisje, geboren 1833. Bijzonder meisje? Heel bijzonder meisje. Ja, voor die tijd zeker een heel bijzonder meisje. Want? Gaat al heel vroeg schrijven en publiceren, als 17-jarige al. En vanaf dat moment werkt ze aan een carrière als schrijver. En dat kan in haar familie? En dat kan in haar familie. Dit is waar ze is geboren. Vrouw Jutteland 1012 in Delft. Het dubbele pand? Het dubbele pand, ja. Ze is op een gegeven moment verloofd. Maar in korte tijd verbreekt haar verloofde hun verloving. En in 1867, een jaar later, overlijdt haar vader. En dat moet ze verhuizen naar Oosteinde met haar stiefmoeder. En dat heet in de volksmond hier de strandpoort. Dus dat is echt een stap terug. Ze heeft geen man, geen vader. Ze moet zelf een inkomen verwerven. In principe wel. Op dat moment is ze een oude jonge juffrouw. En oude jonge juffrouwen die leven eigenlijk van aalmoezen binnen de familie. En dan wordt ze afhankelijk. En hoe vindt ze dat? Daar vindt ze helemaal niets aan. Deze op Betsy drukkende afhankelijkheid werd in de 19e eeuw verankerd in een gloednieuwe wet. De man is het hoofd der echtvereniging. Hij bestuurt de goederen aan de vrouw persoonlijk toebehorende. De vrouw is aan haar man gehoorzaamheid verschuldigd. Zij is verplicht met haar man samen te wonen en hem overal te volgen waar hij dienstig oordeelt zijn verblijf te houden. Ongelooflijk. De onvrede over die afhankelijkheid wordt door veel vrouwen gedeeld, maar blijft lang binnenskamers. Letterlijk ommuurd in het huiselijk domein. Maar al dat onderhoud van zo'n huis. Een dame die hier woonde, die moest dat allemaal, moest erover regeren. Ja. Maar wat deed ze zelf? Ze schreef brieven en ze organiseerde waarschijnlijk soirées. He, dus dat ze ontvangsten hield en ze legde zelf visites af. Zo'n vrouw was toch een groot deel van de tijd ook bezig om zich maar zoet te houden? Ja, ik denk dat daar uiteindelijk ook wel de opkomst van het feminisme uit te verklaren is, hoor. Dat vanuit die verveling, vrouwen wilden zich gewoon toch maatschappelijk ook nuttig maken. Ze hoefden niet meteen allemaal rechten te hebben of recht op arbeid te hebben, maar ze wilden wel een soort van maatschappelijk nut hebben. Dus daarom zie je ook dat ze zieken gaan bezoeken of zondagsscholen gaan opzetten voor arme kinderen. Of de vrouwengevangenis in Gouda gaan bezoeken, weet je, zulke soort dingen. Dat zijn dan die eerste stappen. Dus dat vind ik altijd zo interessant, dat dat de wortels zijn van wat later de vrouwenbeweging is geworden. Het feminisme komt voort uit verveling, zeg je. Ja, ik denk een groot deel groot deel van de verklaring ligt daarin. Ja, ja, ja. Verveling. Niet omdat er in deze grote huishoudens niets te doen was, maar omdat het werk daar geen vervulling bracht.
Er is een standbeeld opgericht voor deze vroege feministes in Amsterdam-Zuid. Vrouwen houdt de fakkel brandende. De vrouw als vrije mens heet dit beeld. Ideaal van alle feminisme, maar dat levert in verschillende tijden heel verschillende beelden op. Dit is 1970, tweede feministische golf, Dolle Mina. Frisse jonge meiden, paarse broeken, hoedjes op, die hun BH's en corsetten verbranden hier voor het beeld. En kijk eens hoe dat fikt. Weg met de bokken, vooruit met de geit. Lekker baldadig. En zo was het niet in de 19e eeuw. Die dames waren eenlingen. Hooggesloten blouses. En aanhang kregen ze vaak pas na tientallen jaren in hun strijd. Of ze werden gewoon vergeten. Wie kent ze nog? Wilhelmina Drucker. Aletta Jacobs. Elise van Kalker. De weduwe Storm van der Gijs. Of onze Betsy Perk. Zij begint in 1870 het eerste serieuze vrouwentijdschrift, Ons Streven. Maar raakt al bij de voorbereiding in conflict met haar uitgever. Die geeft haar niet de zeggenschap en naamsvermelding die ze naar haar mening verdient. Betsy laat zich niet kisten en richt ogenblikkelijk een ander tijdschrift op, Onze Roeping. Daar prijkt haar naam trots op de voorkant. Wat geheel niet fatsoenlijk is. Dit is er, Betsy. Hoe oud is ze hier? Ik denk dat ze hier voor halverwege de 20 is. Leunend op boeken? Leunend op boeken. Dat lijkt me veelzeggend. Dat was haar leven? Ja, dat is haar leven. En zo wil ze ook worden gezien. Als een gevierd schrijver. En dat is ze voor een heel groot gedeelte ook. Dus waar zij onder gebukt gaat, is het fatsoen van die 19e eeuw. En daar wil ze iets aan doen. Dat het fatsoenlijk is voor jonge dames om een werkkring te hebben. En dat is waar ze tegenaan loopt. Perk vertaalt vanuit het Duits een boekje Wenken voor jonge dames ter bevordering van huiselijk geluk. Maar in plaats van letterlijk te vertalen, voegt ze er een eigen oorlogsverklaring aan toe. Derhalve heeft zij recht op de volledigste ontwikkeling, zowel van hoofd als van hart. En verklaren wij daarom den oorlog aan alle bekrompen vooroordeel, om in het kind reeds de aanstaande huisvrouw te zien. Fascinerend. Je gaat een boekje vertalen en je denkt, laat mij maar even. Ja. En je gooit de moraal helemaal 180 graden om. Nou, dat klinkt als Betsy Perk, want die kan alles beter. Dat verbaast me eerlijk gezegd niks van deze vertaling. Je vindt haar leuk, hè? Ik vind haar heel leuk, ja. Ja, dit is een mens dat over alle grenzen heen gaat in die 19e eeuw. Ik sta hier als 37-jarige bij haar geboortehuis. Zij heeft als 37-jarige Arbeid Adelt opgericht toen. Dus zij staat echt aan de voet van het idee dat vrouwen gewoon een werkkring kunnen hebben. Dat dat niet verlagend is. Als Perk in het blad Onze Roeping een oproep doet aan oude jonge juffrouwen om handwerken te verkopen, reageren daar meer dan 400 vrouwen op. Arbeid Adelt, de vereniging die Perk dan opricht, bestaat nog steeds. Ze heeft die naam bewust gekozen. Het heeft niks met Adelt te maken. Het werken op zich voor geld kan jou edelen, kan jou adelen. De vereniging heeft winkels en houdt verkoopdagen. Zoals hier op een prachtige zomerse dag in Noordwijk. If you want to have breakfast in bed, sleep in the kitchen. Dit is ook zalig om in je kamer te hebben. Want dit zijn handschoenen die je gebruikt om het zilver nog even op te poetsen. Dus je krijgt bezoek en je ziet ineens dat je suikerpot zo zwart is of zo. Heerlijk toch? En dit is ook iets bijzonders. Dit is het Victoriaans naaidoosje. En dan kun je hier ons vingerhoedje in stoppen. Hier komen de kaartjes met de draadjes. Dat is geweldig. Zulke leuke dingen. Heeft u dit al gezien? Deze hondenhanddoek. Hier stop je je hand in en dan komt je hondje
naar binnen, van buiten, helemaal nat van de regen. En dan stop je zo je handen erin en dan kun je hem zo helemaal lekker droog wrijven. Zit er wat voor u bij? Altijd. Echt waar? Ja, natuurlijk. Ja. Van u niet? Nou, dat vroeg ik me net af. Dit vind ik leuk, dan kan je je vuile was in gooien en dan kleur je alles in met je handen. Ja, dit komt echt in mijn richting. Ja, hier, als je gasten hebt. Maar vind je dit niet prachtig? Dat is allemaal met de hand gedaan. Ja. En wat is nou typisch Arbeid Adelt? Prachtige kleuren, schitterend materiaal, absoluut mooi gewerkt. Verfijning. En het doel? Hè, om vrouwen te helpen die niet zo makkelijk aan geld komen, maar die wel goed kunnen handwerken. Ja. En dat is heel interessant. Het is zo'n andere tijd, dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen, dat vrouwen alleen maar mooi hoefden te zijn en nuttige handwerkjes doen. Maar vrouwen die een beetje meer pit hadden, die zeiden, ik wil meer, ik wil veel meer. En dan komt Betsy Perk. Ja. En die heeft een idee. En die zegt, het zou heel mooi zijn als die vrouwen hun producten kunnen verkopen. En dan willen we ze ook verkopen met naam en toename erbij. Vrouwen werken met naam en toename. Dat was en haar trots. Punt. Maar dat vonden een aantal dames helemaal niet goed. Die zeiden, nee, dat kan je niet maken, want het is iemand uit een goede stand. Die moet je niet met naam en toename, want dan blijkt dus dat ze armoede heeft of dat er iets mis is met haar. Dat speelde heel erg. Betsy Perk was blijkbaar toch uit de overlevering een moeilijke figuur en autoritair. Op een gegeven moment is zij ook uit de Arbeid Adelt gezet. Betsy zelf, ja, dat is wel heel zuur. Hè? Dan heb je het of te bont gemaakt of de verhoudingen waren dermate verstoord dat ze zei, nee, dat kunnen we echt niet gaan doen. Betsy Perk vecht voor economische onafhankelijkheid, maar krijgt bij haar eigen Arbeid Adelt dus de kous op de kop. Die strijd voor economische onafhankelijkheid van vrouwen is ook in onze tijd nog lang niet gestreden. De minister van OCMW heeft er zelfs een campagne voor gestart en trekt met kracht om toer het land door. Om maar meteen bij het begin te beginnen. Waarom maakt u zich nou zo sterk voor grote financiële zelfstandigheid voor vrouwen? Omdat het een voorwaarde is om echt vrij te zijn, om je eigen keuzes te kunnen maken. Ja, en omdat je in de praktijk ziet dat heel veel vrouwen waanzinnig veel talenten hebben. En die talenten die gebruiken we niet genoeg. En daar komt bij dat de economische zelfstandigheid van vrouwen is een thema dat bijna op de kop af 150 jaar geleden in Nederland voor het eerst aan de orde werd gesteld door Betsy Perk. Wat is het aan dat thema dat maar niet van de agenda wil? Ja, het is lastig. Het schiet niet op. We hebben nog steeds maar 50% van de vrouwen in Nederland die voor zichzelf kunnen zorgen, die economisch zelfstandig zijn. En het gaat dus allemaal heel, heel erg langzaam. Maar ik ben wel hoopvol. Want als ik nu kijk naar de collegebanken bij het hoger onderwijs, dan zie ik daar meer vrouwen dan mannen. En ik weet ook dat ze sneller en vaak ook beter studeren. Dus het gaat wel vooruit. En het zal ook vooruit blijven gaan. Maar het gaat wel een beetje langzaam. Lieverd, je bent mooi, je bent sterk. Je bent alles wat je wilt, zeg schat. En jij die supervrouw tussen allemaal kerels. Thuis ben jij de fixer. Zorgen voor alles. Online, sterrenstatus. Zoveel dat je moet zijn, maar je laat niks vallen. Ik zeg, stop. Niet verder gaat terug, je gaat niet weg. Je weet waarom ik je dit zeg. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen. Maar sta maar toe wat tegen gas te bieden. Stop. Niet verder gaat terug, je gaat niet weg. Wat ik zo ironisch vind, die vrouwenstrijd van de 19e eeuw, daarin vind je buitengewoon keurige hoger burgerdames en christelijke dames. En waarom zijn nou wel meer dan de sociaaldemocraten? Ja, goede vraag. Er waren ook wel sociaaldemocraten, maar kijk, die streden vooral ook toch om zich niet te laten knevelen door het kapitaal. En bij de christelijke vrouwen ging het voor een deel ook echt om de liefdadigheid. En dat het in die tijd vooral iets was waar je ook tijd voor moest hebben, waar je wel aan toe moest kunnen komen. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen, maar sta maar toe wat tegen gasten bieden. In de 19e eeuw heeft iedere stand dus zijn eigen prioriteiten. En dat geldt ook voor de vrouwen in die standen.
Voor een vrouw uit de lagere klasse spreekt werken voor geld vanzelf. En is thuisblijven bij de kinderen een vaak onhaalbaar ideaal. De middenklassevrouw wil zich niet langer hoeven schamen voor het werk dat ze doet voor geld. De dames uit de hogere klasse willen zich nuttig maken. En vrij kunnen denken. Hier gebeurt het. Ja. Mogen wij hier praten? Ja hoor, dat mag. En ook hardop. Ja, het is geen stiltecentrum hier, gelukkig. Daar kunt u tegen. Ja, ja hoor, we gaan goed tegen. Het Dames Leesmuseum, dat bestaat nu al 120 jaar. En is opgericht om dames de gelegenheid te geven om in alle rust die boeken te lezen die ze zelf wilden lezen. Want in die 19e eeuw, daar waren geen openbare bibliotheken. En vrouwen en meisjes hadden geen toegang tot privébibliotheken of leeskringen. Want de heren der schepping wilden toch een beetje controle houden op wat de dames lazen. En je had ook bezorgde zielen die het idee hadden dat als de vrouwen te veel zouden lezen, dat hun weken hersentjes dat niet zouden kunnen verdragen. En dat zou dan weer een negatieve invloed hebben op hun vruchtbaarheid. Weinig jij daar je lieve kleine hoofdje maar in. Ja, ja, precies. Dus misschien heeft u dan inderdaad wel allemaal boeken die de heren der schepping uit die tijd verkeerd vonden. Waarschijnlijk wel, zeker in die oude boekerij, ja. De oude boekerij. Dat is de oude boekerij, ja. En hier staan dus onze oudste boeken. En je ziet al heel duidelijk het verschil met wat we daarboven gezien hebben. En boven gekaft! Is ja, dat is gekaft. En mooi opgeschreven. Ja, het ruikt ook zo lekker. Vind ik. Oude boeken ruiken lekker, vind ik. Een beetje dat muffen. Ja, maar goed, hierboven, dat zijn eigenlijk onze oudste boeken. Couperus, Metamorfose, een hele Haagse schrijver. Ja, ja. Die moet hier vast veel gelezen zijn. En Jacques Perk, postume verzamelde gedichten. Neefje van Betsy. Wij volgen Betsy Perk. Ja. Heeft u die hier ook? Nou, dat zal ik dan even moeten nakijken. Perk. Nou, zullen we eens even kijken of we iets van haar hebben. Schitsen. Nee, we zien wel Jacques Perk. Nog meer Jacques? Jacques? Nee, Betsy staat er niet bij. De dames hebben dat niet aangeschaft in de tijd. Het Damesleesmuseum heeft geen Betsy Perk. Nee, helaas. Betsy Perk kan van haar boeken niet leven en zoekt steeds onbeschaamder naar de openbaarheid. Ze begint een nieuw avontuur dat nog veel verder gaat dan Arbeid Adelt. In samenwerking met een voordrachtskunstenares, Mina Kruseman. Bedenk toch dat we dwaas zijn. Of liever dat we belachelijk opgevoed worden. Als we werken mochten, zouden we niet behoeven te wachten op een man die werken moet en dikwijls geen tijd en geen lust heeft om aan ons te denken. Het is belachelijk dat wachten op een man. Wat denk je, is dit hoe Mina Kruseman het echt gedaan zou hebben? Ik heb elke keer, toen ik dat ook moest doen... Ik heb het eerder gedaan. En elke keer denk je, hoe zou zij geklonken hebben? Is het cynisch? Is het spottend? Is het hooghartig? Is het kwaad? Want je kan dit ook kwaad doen en dan wordt het heel anders. Het is belachelijk dat wachten op een man! Want dan wordt ze opgepakt, bij wijze van spreken. Dus er moet wel gewoon de subtekst van spot en ironie ondergelegen hebben. Dat kan niet anders. Dus dat het volgens mij een heel grappig wijf was. Nou ja, wat is dit voor een portret, deze Mina? Ja, het was een vrouw die heel goed wist hoe ze door er prachtig uit te zien... en heel voornaam en rijk over te komen, ook imponeerde gewoon. Dat mensen toch dachten, ja, dan moet je niet meer spotten. En die volgens mij een hele scherpe tong had. Hoe komen die dames aan elkaar? Ze kenden elkaar via hun gemeenschappelijke uitgever, Martinus Nijhoff. Die had hen min of meer op elkaar geattendeerd. En toen zijn ze gaan schrijven.
En eigenlijk waren ze wel vrij snel eruit dat ze samen een tournee zouden gaan maken. Het was Betsy's idee. Mina was een enorme, kordate, daadkrachtige vrouw. En Betsy had een vervelende periode achter de rug. Al die ruzies bij Arbeid Adelt. En die wilde wel wat meer in de openbaarheid. Het was een schuchter iemand van zichzelf. En ze zei van, ik wil graag in het openbaar leren spreken. Daar wat meer oefening mee krijgen. En hier stonden ze dus echt, hè? Ja. Betsy en Mina Enkhuizen. 1873. Kruiseman was zangeres, voordrachtskunstenares, schrijfster. Herkenning voor jou? Nou ja, het was onze voorgangster. Het begon 140 jaar geleden. Vrouwen waren niets. Mochten niets, mochten niet alleen naar buiten, mochten niet op mannenjacht, mochten niet iemand ontmoeten zonder dat er iemand bij was. Je was totaal gebonden aan wetten en regels van de man van het huis. Jij deed niets zelf. En dan opeens zijn er twee vrouwen die zelf zeggen, laten we wat leuks gaan doen. Laten we op een podium gaan staan en de mensen een voordracht geven over hoe wij de wereld zien. Dus niet de tekst geschreven door een ander, oftewel door een man. Nee, haar woorden, haar mening, haar hartstocht, haar passie op een podium. Dus het was echt heel bijzonder. Dus het was ook de talk of the town. Dus er was verwantschap. Ja. Was het ook voor het geld? Oh, zeer zeker. Het economische aspect was een van de opzienbarende dingen van die tournee. Dat er twee vrouwen op tournee gingen met opzienbarende teksten. Vooral Mina dan. Maar ook, het was echt een commerciële onderneming. Er werd gewoon betaald. Ze deden het echt als een vorm van werk. Niet uit goedheid of om iets te vertellen en het publiek te amuseren. Maar echt gewoon als een economische activiteit. En dat is iets wat alleen echt mannen deden. Ik heb ze helaas niet zelf gezien, maar wat ik opmaak uit wat er over geschreven is, was er ook in de fysieke presentatie een enorm verschil. Hallo. Goedemorgen, dames. Helemaal in de 19e eeuw. Heb je ooit zoiets aan gehad? Nee, dat niet. Nee. Dit is een crinoline. Een onderrok die je dus onder zo'n grote japon kon aandoen, waardoor de zaak ging uitstaan. De een was echt een en al theater en flamboyant en prachtig gekleed en haar en sieraden en groot en gebaren en theatraal. En Betsy schijnt heel erg zo gestaan te hebben. En een beetje wel waanzinnig dingen verkondigen, maar heel introvert. Terwijl Betsy, dus Mina stond ernaast zo. Met dat is natuurlijk te grappig. Ze was in die zin echt een hele atypische feministe. Want de meeste feministen uit die tijd zien daar meer Betsy-achtig uit. Iemand die, nou ja, wat tegenwoordig heet, haar vrouwelijkheid inzette, daarmee speelde en die ook gebruikte. Ze wist dat mannen haar aantrekkelijk vonden. En ja, daar speelde ze mee en daar maakte ze gebruik van. Ik denk dat Mina wel 3 keer geslikt heeft toen ze Betsy voor het eerst zag. Ze dacht, oh, zo. Daarmee? Ja, echt, oh, zo in. Weet je, en andersom ook. Ik denk dat ze allebei niet gerealiseerd hebben hoe verschillend ze waren. Ik denk dat ze wel aanvankelijk gewoon als duo begonnen. Maar al heel snel bleek dat Mina zoveel meer succes had dan Betsy. Dat ze inderdaad steeds meer voor zichzelf is gegaan. En ook Betsy begon te kleineren. En nou ja, haar als een soort last nog achter zich aansleepte. Betsy werd het voorprogramma. Ja, inderdaad. Betsy was inderdaad een voorprogramma, een soort mislukte opwarming. En dan kwam de grote ster, Mina. En tenminste, zo, als je de recensies leest, moet het ongeveer zo geweest zijn. Ze werd gewoon afgebroken tijdens die tournee. Het is heel jammer voor Mina en Betsy dat ze elkaar maar 2 maanden in elkaars bijzijn hebben kunnen dulden. Want na 2 maanden was het gewoon op. Ze hebben toen 40 keer die voordracht gedaan in zaaltjes zoals deze. En toen was het klaar. En ik geef Multatuli de schuld. Maar dit terzijde.
Ondanks de opgelopen spanningen besluiten Betsy en Mina na de tournee toch nog om samen op reis te gaan. In Wiesbaden ontmoeten ze de grootste Nederlandse schrijver uit hun tijd, Multatuli, oftewel Eduard Douwes Dekker. Wat deed Multatuli in Wiesbaden? Hij was hier in ballingschap. Hij had geweldige pest aan Nederland en aan de Nederlanders ook. En hij besloot in de jaren 1860 te verhuizen naar het dichtstbijzijnde buitenland. En dat was Duitsland. Dus toen kwam hij hier terecht na allerlei omzwervingen. En wat zouden Betsy en Mina in hem hebben gezocht hier? Dat was heel duidelijk. Multatuli was Nederlands eerste feminist. En hij had hele radicale, zeker voor die tijd zeer radicale denkbeelden over hoe de positie van de vrouw moest zijn. Hij zei bijvoorbeeld, hij was tegen het kiesrecht, hè, Multatuli, was een antidemocraat. Maar, zei hij, als je dan toch stemrecht hebt, waarom stemmen de vrouwen niet mee? Hè? Uiteindelijk moet de macht zijn bij degene die het toekomt als mens. De geslachtsdelen hebben daarmee even weinig van doen als de kleur van het haar. Nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk radicaal. Hè? Iemand die het woord geslachtsdeel noemt in een boek in die tijd, dat was ondenkbaar in 1861 in Nederland. Dus daarmee kreeg je de kerk al wel leeg, zullen we zeggen. En dus dat deed hij. Hij is iets eerder dan de dames en hij is ook nog, hij is harder en radicaler. Ja, radicaler dan wie ook. Dus ja, daarom kwamen ze aan toe. Wel een beetje lullig dat de eerste feminist dan weer een man moet zijn, hè? Ja, dat is... dat kan ik ook niet helpen. Maar goed. Wat maakt gij van onze dochters, o Zede? Gij dwingt ze tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat ze weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat ze begeren, niet wezen wat ze zijn. Perfect, trouwens. Multatuli heeft hier met de dames thee gedronken. Hoe stel je je dat voor? Hoe ging zo'n gesprek? Een gesprek met Multatuli was nooit een gesprek. Dat was een monoloog. Dus ik stel mij voor dat Multatuli hier zat en begon te praten over alles. Want alle onderwerpen interesseerden hem. En in het geval van deze dames ligt natuurlijk voor de hand dat hij het vooral over de positie van de vrouw heeft gehad. En daar had hij natuurlijk heel veel over te zeggen. Hoe keek Multatuli naar deze dames? Nou, dat is wel aardig. Hij heeft dat opgeschreven. Kijk, hier staat het. Bezoek gehad van de dames Mina Kruseman en Betsy Perk. Interessant. Ze zijn twee tegenvoedsters. En komiek om te observeren. Ik hoop ze weer te zien. Er was een soort rivaliteit tussen die twee. Ze wilden eigenlijk, wilden ze allebei, geloof ik, ja, de heldin zijn, zullen we zeggen. Ze wilden hem allebei voor zichzelf, ja. Misschien. Ja. Hoe schrijft Mina dan over Betsy? Als een rivale. Maar ook wel een beetje als iets minderwaardigs. Bij elkaar zijn Betsy Perk en ik zeker nogal koddig, daar de ene emancipatie preekt en de andere emancipatie vertegenwoordigt. De ene over tegenwerking klaagt en de andere door tegenwerking vooruitkomt. Dat is in een periode dat ze toch heel erg samen optrekken. Ja, dus wat zegt dat over die verhouding tussen die twee? Ze was jaloers. En Betsy was toch iets meer dan alleen een bijwagen. Ja, ja. Nee, ze was een duidelijke rivaal. Betsy en Mina breken uiteindelijk met elkaar. Een heftige clash. Hoe komt Betsy daaruit? Nou, dat is wel een breekpunt, denk ik, in haar leven. Dat is wel een moment dat ze er weer helemaal alleen voor staat. Ze heeft dan een heftige periode achter de rug. Die lezingentournee, dat is voor haar echt niet gelukt. En Arbeid Adelt is natuurlijk al onder haar voeten weggezakt. En qua gezondheid gaat het ook niet al te goed. En daardoor belandt ze uiteindelijk hier in Valkenburg. En waarom Valkenburg? Nou, omdat ze vanwege haar gesteldheid, haar fysieke ongemakken, vindt dat ze luchtbaden moet gaan nemen om te herstellen. Luchtbaden? Luchtbaden. Heel 19e eeuws. Ja. En toen heeft ze een ezeltje gekocht om door dit landschap te trekken. En die ezel wordt echt haar metgezel hier in dit landschap. Tegen de ezel praat ze. En ze beweert ook hier en daar dat die ezel terugpraat. Alleen niet als er andere mensen bij zijn. Dat is de enige levende ziel die haar nog aanhoort. Ja. En terugpraat. Ja. Betsy schrijft hier een van de meest merkwaardige boeken die ik in jaren heb gelezen. Mijn ezeltje en ik.
Een boek voor vriend en vijand. Gaat over haar wandelingen met dat ezeltje. Ja, zeker. Het is haar dagboek over haar periode hier in Valkenburg. Zo begint het in elk geval. En het mondt uit in een afrekening met alle mensen die zij achter heeft gelaten in het westen van het land. Iedereen met wie ze een appeltje te schillen heeft, die staan daar met initialen achter in het boek. Wie niet mocht weten wie ik ben, vragen het zijn buurman. Vermoedelijk is die buurman mijn vijand, want ik heb er legio. Zeker, ja. Dit boek is geschreven voor vriend en vijand. En toch is het gek. Dit is een vrouw die het opneemt voor de vrouwen, de zaak van alle vrouwen. En met wie krijgt ze het aan de stok? De vrouwen met wie ze samenwerking zoekt. Ja, maar vrouwen zijn niet per se elkaars bondgenoten. En al helemaal niet per se Betsy's bondgenoten. Betsy is natuurlijk echt radicaal. Ik kan me zo voorstellen dat zij zo onverbiddelijk is in haar idealen, dat er ook heel lastig overleg, heel lastig een compromis te vinden valt met Betsy Perk. Dat vind ik toch fijn dat ik dat ook nog van je mag horen. Ja, nee, fan. Tuurlijk. Nee, nee. Ze moet een onmogelijk mens zijn geweest. Maar de tijd, de context maakt haar idealen ook onmogelijk. Maar ze strijdt voor haar idealen en ze blijft ook terugkomen. Want ze crasht hier in Valkenburg, maar ze krabbelt ook weer op. Terwijl Perk zich terugtrekt in Valkenburg, komt de wereld van de vrouw juist in beweging. Figuurlijk en letterlijk. De uitvinding van de fiets biedt ongedachte mogelijkheden. Zo zag het eruit rond 1900. Ja, de dames zijn gepromoot door de ANWB om te fietsen. Dat ging heel langzaam aan. Maar vanaf de jaren 90 is er een duidelijke versnelling gekomen. Voor die tijd dan sprak men elkaar en dan zei men, fiets je al? En na die tijd zei men, heb je nog geen fiets? Dan bleef je achter. Bleef je achter. Hoe moet het geweest zijn voor vrouwen om voor het eerst te kunnen fietsen? Eén woord, bevrijdend. Ronduit bevrijdend. Maar vooral, de vrouw ontdekte dat ze een lichaam had. En de vrouw ontdekte dat ze benen had waar ze wat mee kon doen. Het stuur in eigen handen nemen. Letterlijk? Letterlijk, ja. En dus ook je eigen wil volgen. Er is ook een heel andere doorbraak. Nederland krijgt eind 19e eeuw een vrouw als staatshoofd. Prinses Wilhelmina, naast haar moeder koningin regentes Emma. Klaargestoomd door regentes Emma bestijgt Wilhelmina op haar 18e de troon. En wie laat bij die aankondiging ineens weer van zich horen? Betsy Perk. In dit schrijven draagt zij een plan voor om aan de koningin bij haar kroning over 3 jaar als nationaal geschenk aan te bieden een paleis of wereldmuseum van vrouwelijke kunst en nijverheid. Ja. Was getekend Betsy Perk, had zich een beetje teruggetrokken in Arnhem. Mm-hmm. Maar daar is ze weer. Maar het idee dat vrouwenarbeid in de openbaarheid moet en dat iedereen het moet kunnen zien, dat heeft ze natuurlijk in Arbeid Adelt al de strijd voor gevoerd. Krijgt ze er zin? Nee, er komt wel een tentoonstelling. Maar hij wordt niet door Betsy georganiseerd, maar door vrouwen uit Groningen en Den Haag. Maar zonder haar? Ja, ze heeft een bijrol. En dan de tentoonstelling zelf? Die moet heel groot worden. Ze hadden het gevoel, we willen alles laten zien. Een industriehal waarbij je echte weefgetouwen kon zien. Maar ook een stoelenmatster en diamantslijpsters. Oh, maar dan moeten we ook honingmaaksters. En dan kwam er weer een zuivelafdeling bij. Het wordt veel groter dan ze aanvankelijk dachten. Een plaatje. Ja, dit is de binnentuin. Je ziet hier de galerijen, dus de mensen konden van zaal tot zaal lopen of over een galerij bedenken, ik sla deze zaal over en ga naar de volgende. Dus dit liep hier rond? Ja. Helemaal tot achter ons langs? Ja. Het is ongelooflijk. Dit is het, toch? Ja, dan stapten de mensen hieruit. Als ze niet met een koetsje kwamen of een rijtuig. Ja. Ja.
En wat moeten we hier nu zien? Nou, dit is de hoek. Hier heeft die tentoonstelling gestaan. Een groot wit gebouw. Lichtgroene letters. Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid. In de duinen? In de duinen. Er was nog helemaal geen bebouwing. En nu is dat ook weg. 90.000 bezoekers in 3 maanden. Soms heb je wel erg veel fantasie nodig om het verleden terug te halen. Gelukkig is er juist uit deze tijd het beroemde Panorama Mesdag. Haventje van Scheveningen. Yep. 360 graden in de rondte, Scheveningen en Den Haag, eind 19e eeuw. Dus dit is hoe het was toen? Ja, klein dorp, Scheveningen, Den Haag ook nog niet zo groot. En daar, in de duinen, de tentoonstelling. Zo'n visueel spektakel. Dat mensen dingen zagen waar ze wel eens van gehoord hadden, maar nooit gezien hadden. Dus een tijd dat er geen tv was. Mensen hadden geen visueel beeld hoe andere standen leefden. En dat was zo'n doorbraak dat daar zowel het werk van de gegoede dames die maatschappelijk werk en filantropie deden, als arbeidersmeisjes, als vrouwen die stonden te karnen of een imker was er. Het was echt een publieke gebeurtenis en heel Den Haag had het erover. Kun je nou zeggen dat die tentoonstelling een doorbraak is voor de vrouwenbeweging? Ja. Zij hadden echt het gevoel, er gaat met de vrouwenbeweging nu iets echt nieuws gebeuren. Wij moeten op een andere manier naar buiten in de openbaarheid treden. En Betsy Perk mocht nauwelijks meedoen, is ze wel langs geweest? Ja, ik denk wel dat ze langs is geweest. Ik denk dat ze ook heel erg trots geweest is dat dit gebeurd is. Alles waar zij altijd voor heeft gevochten, dat werd hier uitgebouwd. Hoe is jouw belangstelling voor Betsy gewekt? Ja, ik las dat ze hier 3 jaar gewoond heeft in de stad waar ik ook woon. En het waren haar laatste 3 jaar en ik was nieuwsgierig. Is dit een heel 19e eeuws hoekje? Ja, het kerkhof dateert van 1897. En ja, Betsy hoort bij de eerste... De eerste lichting? Ja, dat is een beetje oneerbiedig, maar daar komen ze wel op neer, ja. Jeetje. Klein dingetje. De graven om Betsy heen, die brokkelen helemaal weg. Maar Betsy zelf houdt stand. Dit is een verslagje in een lokale krant van de Ter Aarde bestelling. Ja, dat laat ook zien dat ze iemand was, hè? Eens even kijken. Begrafenis Betsy Perk. En daar spreekt haar broer, de predikant. Spreker herinnerde aan haar rusteloze werkzaamheid, aan de tegenkanting die haar streven zo menigmaal moest ondervinden. Daar had hij geen woord aan gelogen. Ze had een abonnement op tegenslag en op tegenwerking. En als hij er niet was, dan zag ze die tegenslag en die tegenwerking wel. En dus in haar grootheid zit tegelijkertijd ook haar beperking. Stel, hè, zij zit nu op haar wolk en ze kijkt op ons neer. Wat zouden wij nu eens in haar geest gaan oprichten? Ik denk een stichting onder leiding van Betsy, die zich bezighoudt met het streven naar gelijke betaling man en vrouw. Dat is nog steeds niet helemaal geregeld. En ik denk dat Betsy zich enorm zal opwinden bij ieder voorbeeld van ongelijke betaling. Om ervoor te zorgen dat recht gedaan zou worden aan vrouwenarbeid. Hoe wordt zomaar een handelsstadje een wereldhaven? Het lijkt wel of Rotterdam door een toverstaf is aangeraakt. Een man met grote ambities. Ondernemer puur sang, die ook alles oppakte. Daar is een nouveau riche, zo'n patje peer. Enorme investeringen. Miljoenen, ik geloof 9 miljoen het hele project. Groot gedacht, groot gedacht. En de grootste fraude uit de Rotterdamse geschiedenis. De stad was er heel slecht aan toe. In rouw gedompeld. In rouw gedompeld. Door één man. Goeie woorden, ja, zo was het. Wat een rijkdom.
In de 19e eeuw zitten vrouwen uit de hogere klasse thuis. En mogen ze voor hun fatsoen de deur haast niet uit. Het is een beetje duister, hè? Ontzettend donker, hè? Een enkeling komt in verzet. Dat klinkt als Betsy Perk, want die kan alles beter. Betsy Perk ondervindt veel weerstand. Ze had een abonnement op tegenslag. Nee, Betsy staat er niet bij. Een gevecht van dames onderling. Dat kan je niet maken, want het is iemand uit een goede stand. Om te kunnen en mogen bestaan in de buitenwereld. Dus het was echt heel bijzonder. Een tijd geleden, hè? 1885 geopend. Is het geopend, ja. Trots van Den Haag. Ja, want alle grote steden hadden eigenlijk al een passage. Den Haag moest er ook een. En waar was uw winkel? Hier op 16. Dit is hem. Ja. Dit was hem. Dat was hem, ja. En hij heette? Rondjuwelier. Dat was de klok van uw firma? Ja. In welk jaar kwam u hier in de winkel? 1952. En hoe lang heeft u hier gestaan? Tot 2012. 60 volle jaren. Ja. Toen ik hier in de passage begon, toen waren het eigenlijk alleen maar chique oude dames. Dus dat begin, dat is de jaren 50, toen al oude mensen. Dus dat waren nog 19e eeuwers die u over de vloer kreeg. Ja. Wat waren dat voor mensen? Ja, toch uit de betere wijken van Den Haag en Wassenaar. Met lange rokken en hoeden op. En dan gingen ze eerst aan de overkant naar de kapper. En dan met de gelakte nagels kwamen ze bij mij zo de deur open doen. En daar mocht u dan een ring omschuiven? Nou, dat moest wel eerst even drogen. Dus deze passage was helemaal de wereld van de dame? Ja, daar kwam het wel op neer. Die dames die mevrouw Rond in de jaren 50 in haar juwelierszaak ontvangt, hebben in hun jeugd een grote verandering meegemaakt. Winkelen, nu een populaire bezigheid voor vrouwen, wordt voor dames uit de betere kringen pas eind 19e eeuw een gepast tijdverdrijf. Voor die tijd was een vrouw alleen op straat een ordinaire dienstmeid. Of erger nog, een prostituee. Wat mochten vrouwen allemaal niet in de 19e eeuw? Nou, ze konden eigenlijk nog heel weinig. Ze konden niet alleen over straat, ze konden niet een café in. Ze konden niet naar de universiteit. Kijk, ze kregen wel onderwijs, maar ze konden eigenlijk niks met dat onderwijs. Het is zo gek. In de 17e eeuw hoor je altijd, zijn die Nederlandse vrouwen zo ontzettend mondig en zelfstandig. Buitenlanders schrijven erop. Die Nederlandse vrouwen. Wat is er dan misgegaan daarna? Ja, het is, ik heb me daar ook heel erg over verbaasd. Want dat blijft in de 18e eeuw ook nog zo. En dan zie je ook dat er een discussie komt over vrouwenrechten. En in de 19e eeuw is er een enorme terugslag. En volgens mij heeft dat te maken met de enorme huiselijkheidscultus. He, waarbij de glansrol die vrouwen moeten vervullen is een goede moeder zijn en een goede huisvrouw. En dat geldt voor alle standen. En dat is natuurlijk ook een vorm van erkenning, maar tegelijk is het een soort gevangenis geworden. Het is een mooi ideaal. En als je het bereikt... Ja, dan zit je met de gebakken peren. Niet gestreden. De minister van OCMW heeft er zelfs een campagne voor gestart. En trekt met kracht on tour het land door. Meteen bij het begin te beginnen. Waarom maakt u zich nou zo sterk voor grote financiële zelfstandigheid voor vrouwen? Omdat het een voorwaarde is om echt vrij te zijn. Om je eigen keuzes te kunnen maken. Ja, en omdat je in de praktijk ziet dat heel veel vrouwen waanzinnig veel talenten hebben. En die talenten die gebruiken we niet genoeg. Nee. En daar komt bij dat... De economische zelfstandigheid van vrouwen is een thema dat... bijna op de kop af, 150 jaar geleden in Nederland... voor het eerst aan de orde werd gesteld door Betsy Perk.
Wat is het aan dat thema dat dat maar niet van de agenda wil? Ja, het is lastig. Het schiet niet op. We hebben nog steeds maar 50% van de vrouwen in Nederland die voor zichzelf kunnen zorgen, die economisch zelfstandig zijn. En het gaat dus allemaal heel, heel erg langzaam. Maar ik ben wel hoopvol. Want als ik nu kijk naar de collegebanken bij het hoger onderwijs, dan zie ik daar meer vrouwen dan mannen. En ik weet ook dat ze sneller en vaak ook beter studeren. Dus het gaat wel vooruit. En het zal ook vooruit blijven gaan. Maar het gaat wel een beetje langzaam. Lieverd, je bent mooi, je bent sterk. Je bent alles wat je wilt, zeg schat. En jij die supervrouw tussen allemaal kerels. Thuis ben jij de fixer. Zorgen voor alles. Online, sterrenstatus, zoveel dat je moet zijn. Maar je laat niks vallen, niks zeg. Stop, niet verder, ga terug, je gaat niet weg. Je weet waarom ik je dit zeg. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen. Maar sta me toe wat tegen gas te bieden. Stop, niet verder, ga terug, je gaat niet weg. Want wat ik zo ironisch vind, die vrouwenstrijd van de 19e eeuw, daarin vind je buitengewoon keurige hoger burgerdames en christelijke dames. En waarom zij nou wel meer dan de sociaaldemocraten? Ja, goede vraag. Er waren ook wel sociaaldemocraten, maar kijk, die streden vooral ook toch om zich niet te laten knevelen door het kapitaal. En bij de christelijke vrouwen ging het voor een deel ook echt om de liefdadigheid. En dat het in die tijd vooral iets was waar je ook tijd voor moest hebben, waar je wel aan toe moest kunnen komen. En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen. We staan met doel wat tegen gas te bieden. In de 19e eeuw heeft iedere stand dus zijn eigen prioriteiten. En dat geldt ook voor de vrouwen in die standen. Voor een vrouw uit de lagere klasse spreekt werken voor geld vanzelf. En is thuisblijven bij de kinderen een vaak onhaalbaar ideaal. De middenklasse vrouw wil zich niet langer hoeven schamen voor het werk dat ze doet voor geld. De dames uit de hogere klasse willen zich nuttig maken. En vrij kunnen denken. Mogen wij hier praten? Ja hoor, dat mag. En ook hardop. Ja, het is geen stiltecentrum hier, gelukkig. Daar kunt u tegen. Ja, ja hoor, dat maakt heel goed tegen. Is ik? Het Dames Leesmuseum, dat bestaat nu al 120 jaar. En is opgericht om dames de gelegenheid te geven om in alle rust die boeken te lezen die ze zelf wilden lezen. Want in die 19e eeuw, daar waren geen openbare bibliotheken. En vrouwen en meisjes hadden geen toegang tot privébibliotheken of leeskringen. Want de heren der schepping wilden toch een beetje controle houden op wat de dames lazen. En je had ook bezorgde zielen die het idee hadden dat als de vrouwen te veel zouden lezen, dat hun weke hersentjes dat niet zouden kunnen verdragen. En dat zou dan weer een negatieve invloed. Laat mij maar even. Ja. En je gooit de moraal helemaal 180 graden om. Nou, dat klinkt als Betsy Perk, want die kan alles beter. Dat verbaast me eerlijk gezegd niks van deze vertaling. Je vindt haar leuk, hè? Ik vind haar heel leuk, ja. Ja, dit is een mens dat over alle grenzen heen gaat in die 19e eeuw. Ik sta hier als 37-jarige bij haar geboortehuis. Zij heeft als 37-jarige Arbeid Adelt opgericht toen. Dus zij staat echt aan de voet van het idee dat vrouwen gewoon een werkkring kunnen hebben. Dat dat niet verlagend is. Als Perk in het blad Onze Roeping een oproep doet aan oude jonge juffrouwen om handwerken te verkopen, reageren daar meer dan 400 vrouwen op. Arbeid Adelt, de vereniging die Perk dan opricht, bestaat nog steeds. Ze heeft hiernaar bewust gekozen. Het heeft niks met adel te maken. Het werken op zich voor geld kan jou edelen, kan jou adelen. De vereniging heeft winkels en houdt verkoopdagen. Zoals hier op een prachtige zomerse dag in Noordwijk. If you want to have breakfast in bed,
sleep in the kitchen. Dit is ook zalig om in je kamer te hebben. Want dit zijn handschoenen die je gebruikt om het zilver nog even op te poetsen. Dus je krijgt bezoek en je ziet ineens dat je suikerpot zo zwart is of zo. Heerlijk toch? En dit is ook iets bijzonders. Dit is het Victoriaans naaidoosje. En dan kun je hier ons vingerhoedje instoppen. Hier komen de kaartjes met de draadjes. Dat is geweldig. Zulke leuke dingen. Heeft u dit al gezien? Deze hondenhanddoek. Hier stop je je hand in en dan komt je hondje naar binnen, van buiten, helemaal nat van de regen. En dan stop je zo je hand erin en dan kun je hem zo helemaal lekker droog wrijven. Zit er wat voor u bij? Altijd. Echt waar? Ja, natuurlijk. Ja. Voor u niet? Nou, dat vroeg ik me net af. Ja, dit vind ik leuk. Dan kan je je vuile was in gooien en dan kleur je alles in. Op je handen. Ja, dit komt echt in mijn richting. Ja, hier, als je gasten hebt. Maar vind je dit niet prachtig? Dat is allemaal met de hand gedaan. Ja. En wat is nou typisch Arbeid Adelt? Prachtige kleuren, schitterend materiaal en absoluut mooi gewerkt. Een verfijning. En het doel, hè, om vrouwen te helpen die niet zo makkelijk aan geld komen, maar die wel goed kunnen handwerken. Ja. En dat is heel interessant. Het is zo'n andere tijd, dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen, dat vrouwen alleen maar mooi hoefden te zijn en nuttige handwerkjes doen. Maar vrouwen die een beetje meer pit hadden, die zeiden, ik wil meer, ik wil veel meer. En dan komt Betsy Perk. Ja. En die heeft een idee. En die zegt, het zou heel mooi zijn als die vrouwen hun producten kunnen verkopen. En dan willen we ze ook verkopen met naam en toename erbij. Vrouwen werken met naam en toename dat was en haar trots. Punt. Maar dat vonden een aantal dames helemaal niet goed. Die zeiden, nee, dat kan je niet maken, want dat is iemand uit een goede stand. Die moet je niet met naam en toename, want dan blijkt dus dat ze armoede heeft of dat er iets mis is met haar. Dat speelde heel erg. Betsy Perk was blijkbaar toch uit de overlevering een moeilijke figuur en autoritair. En op een gegeven moment is zij ook uit de Arbeid Adelt gezet. Betsy zelf? Betsy zelf, ja. Dat is wel heel zuur, hè? Dan heb je het of te bont gemaakt of de verhoudingen waren dermate verstoord dat ze zei, nee, dat kunnen we echt niet gaan doen. Betsy Perk vecht voor economische onafhankelijkheid, maar krijgt bij haar eigen Arbeid Adelt dus de kous op de kop. Die strijd voor economische onafhankelijkheid van vrouwen is ook in onze tijd nog lang. Een dame die hier woonde, die moest dat allemaal, moest erover regeren. Ja. Maar wat deed ze zelf? Ze schreef brieven en ze organiseerde waarschijnlijk soirées. Hè, dus dat ze ontvangsten hield. En ze legde zelf visites af. Zo'n vrouw was toch een groot deel van de tijd ook bezig om zeg maar zoet te houden? Ja, ik denk dat daar uiteindelijk ook wel de opkomst van het feminisme uit te verklaren is, hoor. Dat vanuit die verveling, vrouwen wilden zich gewoon toch maatschappelijk ook nuttig maken. Ze hoefden niet meteen allemaal rechten te hebben of recht op arbeid te hebben, maar ze wilden wel een soort van maatschappelijk nut hebben. Dus daarom zie je ook dat ze zieken gaan bezoeken of zondagsscholen gaan opzetten voor arme kinderen of de vrouwengevangenis in Gouda gaan bezoeken, weet je, zulke soort dingen. Dat zijn dan die eerste stappen. Dus dat vind ik altijd zo interessant, dat dat de wortels zijn van wat later de vrouwenbeweging is geworden. Het feminisme komt voort uit verveling, zeg je. Ja, ik denk een groot deel groot deel van de verklaring ligt daarin. Ja, ja, ja. Verveling. Niet omdat er in deze grote huishoudens niets te doen was, maar omdat het werk daar geen vervulling bracht. Er is een standbeeld opgericht voor deze vroege feministes in Amsterdam-Zuid. Vrouwen houdt de fakkel brandende. De vrouw als vrije mens heet dit beeld. Ideaal van alle feminisme, maar dat levert in verschillende tijden heel verschillende beelden op. Dit is 1970, tweede feministische golf, Dolle Mina. Frisse jonge meiden, paarse broeken, hoedjes op, die hun BH's en corsetten verbranden hier voor het beeld. En kijk eens hoe dat fikt. Weg met de bokken, vooruit met de geit. Lekker, baldadig.
En zo was het niet in de 19e eeuw. Die dames waren eenlingen. Hooggesloten blouses. En aanhang kregen ze vaak pas na tientallen jaren in hun strijd. Of ze werden gewoon vergeten. Wie kent ze nog? Wilhelmina Drucker. Aletta Jacobs. Elise van Kalker. De weduwe Storm van der Gijs. Of onze Betsy Perk. Zij begint in 1870 het eerste serieuze vrouwentijdschrift, Ons Streven. Maar raakt al bij de voorbereiding in conflict met haar uitgever. Die geeft haar niet de zeggenschap en naamsvermelding die ze naar haar mening verdient. Betsy laat zich niet kisten en richt ogenblikkelijk een ander tijdschrift op, Onze Roeping. Daar prijkt haar naam trots op de voorkant. Wat geheel niet fatsoenlijk is. Dit is er, Betsy. Hoe oud is ze hier? Ik denk dat ze hier voor halverwege de 20 is. Leunend op boeken? Leunend op boeken. Dat lijkt me veelzeggend. Dat was haar leven? Ja, dat is haar leven. En zo wil ze ook worden gezien, als een gevierd schrijver. En dat is ze voor een heel groot gedeelte ook. Dus waar zij onder gebukt gaat, is het fatsoen van die 19e eeuw. En daar wil ze iets aan doen. Dat het fatsoenlijk is voor jonge dames om een werkkring te hebben. En dat is waar ze tegenaan loopt. Perk vertaalt vanuit het Duits een boekje Wenken voor jonge dames ter bevordering van huiselijk geluk. Maar in plaats van letterlijk te vertalen, voegt ze er een eigen oorlogsverklaring aan toe. Derhalve heeft zij recht op de volledigste ontwikkeling, zowel van hoofd als van hart. En verklaren wij daarom den oorlog aan alle bekrompen vooroordeel, om in het kind reeds de aanstaande huisvrouw te zien. Fascinerend. Je gaat een boekje vertalen en je denkt... Oh, dat is geweldig. Dat baldakijn. Die baldakijn, ja. Dit is van een dame, heeft hier tot 1923 geleefd, toen overleden en bepaald dat alles hier moest blijven zoals zij het achterliet. Ja, fantastisch. Wat een historisch besef moet ze gehad hebben. Dat ze dacht van, het moet zo blijven. Dus alles hier is nog authentiek 19e eeuw. Ja, onvoorstelbaar. Wat een rijkdom. Dit is dan alleen nog maar de gang. Ongelooflijk. Het is een beetje duister, hè? Ontzettend donker, hè? Ja, heel erg donker. Moet je nagaan dat je hier dan dag in dag uit moest vertoeven. Want die vrouwen waren dan min of meer gedoemd om binnen te leven. Ja, die moesten zich vermaken. En binnenleven betekende dan eigenlijk gewoon in het donker zitten. Ja, ja. Ongelooflijk. Het is een doolhof, hè? Weet je, eigenlijk lijkt het een beetje op die poppenhuizen. Maar nu is het gewoon in het echt. Dat is wel echt heel geweldig hiervan. Oké. Waar zou ze dan gezeten hebben? Ik denk lekker aan tafel. Aan tafel, ja. Denk je niet? Met een handwerkje? Want dat deed ze natuurlijk wel. Nou, en een muziekje erbij. Jeetje, wat mooi zeg. In deze donkere wereld van zwaar gestoffeerde interieurs begint ook het leven van de heldin van dit verhaal. Betsy Perk groeit op hier in Delft. 19e eeuws keurig meisje, geboren 1833. Bijzonder meisje? Heel bijzonder meisje. Ja, voor die tijd zeker een heel bijzonder meisje. Want? Gaat al heel vroeg schrijven en publiceren, als 17-jarige al. En vanaf dat moment werkt ze aan een carrière als schrijver. En dat kan in haar familie? En dat kan in haar familie. Dit is waar ze is geboren. Vrouw Jutteland 1012 in Delft.
Het hele, het dubbele pand. Het dubbele pand, ja. Ze is op een gegeven moment verloofd. Maar in korte tijd verbreekt haar verloofde hun verloving. En in 1867, een jaar later, overlijdt haar vader. En dat moet ze verhuizen naar Oosteinde met haar stiefmoeder. En dat heet in de volksmond hier de strandpoort. Dus dat is echt een stap terug. Ze heeft geen man, geen vader. Ze moet zelf een inkomen verwerven. In principe wel. Op dat moment is ze een oude jonge juffrouw. En oude jonge juffrouwen die leven eigenlijk van aalmoezen binnen de familie. En dan wordt ze afhankelijk. En hoe vindt ze dat? Daar vindt ze helemaal niets aan. Deze op Betsy drukkende afhankelijkheid werd in de 19e eeuw verankerd in een gloednieuwe wet. De man is het hoofd der echtvereniging. Hij bestuurt de goederen aan de vrouw persoonlijk toebehorende. De vrouw is aan haar man gehoorzaamheid verschuldigd. Zij is verplicht met haar man samen te wonen en hem overal te volgen waar hij dienstig oordeelt zijn verblijf te houden. Ongelooflijk. De onvrede over die afhankelijkheid wordt door veel vrouwen gedeeld, maar blijft lang binnen kamers. Letterlijk ommuurd in het huiselijk domein. Maar al dat onderhoud van zo'n huis,